Goedendag kijkers, MKB Rotterdam Rijnmond is vandaag te gast bij Sparta Rotterdam, de mooiste voetbalclub van de wereld en tevens hoofdpartner van MKB Rotterdam. En we gaan praten met de commercieel manager Dave van der Meer. Op 15 maart 2020 zouden wij een thuiswedstrijd spelen op een uitverkocht kasteel tegen onze stadsgenoot Feyenoord. Vrijdag daarvoor werden wij eigenlijk verrast. Nou, niet verrast, want het zat er natuurlijk wel aan te komen dat het coronavirus om zich heen aan het grijpen was. En onze minister-president heeft toen besloten dat de competitie werd stilgelegd voor ons. Waarin een lange tijd onduidelijk is geweest of die zou worden hervat. Of dat met publiek zou zijn of zonder publiek zou zijn. Dus in plaats van een uitverkocht huis was het hier uitgestorven. We hebben een hele tijd hebben we eigenlijk weinig kunnen doen anders dan contact onderhouden met onze sponsoren. En proberen onze supporters zo goed mogelijk in te lichten over de voortgang van alles. En na een paar weken werd toch de beslissing genomen dat de competitie definitief gestopt zou gaan worden. En tot nu toe blijkt dat bijna iedereen, zowel zakelijk als de supporters op de tribune, afziet van een stukje tegemoetkoming. Dat ziet als een stukje extra ondersteuning voor onze club. De rol van onze hoofdsponsor is voor de tweede keer in het bijzondere in deze. We hebben mee mogen maken dat toen we degradeerden, Sean van Doorn van de DNS-groep contact met Sparta Rotterdam heeft opgenomen om te vragen wat het nou precies inhield om hoofdsponsor te zijn. En tot ons, niet verrassing, want we kennen Sean van Doorn inmiddels goed genoeg dat we weten hoe hij in elkaar steekt. Maar hij heeft niet alleen afgezien van een stukje tegemoetkoming over het afgelopen seizoen. Het contract is opengebroken en zelfs verlengd met het seizoen. Ja, en dat is in deze periode natuurlijk een mooi signaal om af te kunnen geven, zowel richting de supporters als de zakelijke achterban van Sparta Rotterdam. Ik hoop eigenlijk dat de versoepeling op 1 juli ook weer goed gaat. Ja, en laten we hopen dat we zo snel mogelijk weer met z'n allen hier naar het stadion kunnen komen om ons favoriete clubje aan te moedigen. Dave, laten we hopen dat we elkaar binnenkort weer in het stadion zien tijdens een echte voetbalwedstrijd. Ik zal erbij zijn. Ik vind de initiatieven die het MKB Rotterdam onderneemt, doet me goed om te zien dat jullie zo met je partners omgaan. En dan wens ik jullie veel succes mee. Dank u wel.